Oké, maar we hebben er weer zin in. Dames en heren, welkom bij de Kjelvia Kidreclames. Want er was één persoon die erom vroeg, of kunnen er ook twee zijn geweest? Drie. Kutreclames is de meest fantastische show ooit gemaakt op het wereldje van YouTube. Ik ga gewoon meteen beginnen. Ik moet er ook niet veel te veel meer over zeggen. Want je klaar? We gaan eens kijken. Oké, de eerste reclame die ik wil laten zien is van een nader te noemen telecom provider. Die laat zien wat er gebeurt als je een WhatsApp gesprek aan elkaar voorlest. Het wordt een feest. Ik heb er nu al motherfucking veel zin in. Dankjewel, Fatty. Graag gedaan, lieve dochter. Alles voor de goede zaak. Met kleine stapjes op naar een mooi nieuwjaar. 2015 was het niet helemaal voor jou. Ik vind het heel sneu voor je, maar het komt allemaal goed. I love you. Heel lief van je, papa. Ik heb heel veel van je gehad dit jaar. 2016 wordt inderdaad een beter jaar. En ik hou heel veel van je, kakatrolla. En ik van jou. Een scheetje. Cringe level max! Ik moet er even van bij komen. Het is zo fucking ongemakkelijk, Mattie. Wat gebeurt er als je WhatsApp gesprek aan elkaar voorleest? Dan ga je daadwerkelijk praten tegen elkaar. Zo heet dat. Het is het meest awkward gesprek ooit. Deze chick had net zo goed vervangen kunnen worden door een fucking graspriet. Zoals je ziet, met een witte pruik. Zoek de verschillen. Zij zegt op een gegeven moment, ik hou heel veel van je. Kakkemlebbelembe. Ik iets met... Ik hou heel veel van je kakkemlebbelembe. What the fuck? Zelfs de ondertiteling van YouTube hier ook. I love you loads. Poopface. Wie de fuck noemt zijn vader poephoofd? Van je kakkendrollen. Kakkendrollie, what the fuck? Van je kakkendrollen. Kakkendrollie, zegt ze nou kakkendrollie? Ze zegt kakkendrollie. Kan niet, dit kan niet. Wee, yo. En ik van jou. Scheetje. Poepen scheetje. Wat me ook opviel trouwens, is aan het begin van de commercial, zegt zij... Dankjewel, Fatty. Dankjewel, papi. But if you look close, zegt ze niet eens papi. Want dit is hoe je mond beweegt als je papi zegt. Papi. Haar mond doet dit. Dankjewel, Fatty. I trusted you, graspriet. I fucking trusted you. Nou hoef je niet alleen in te zoomen op haar hoofd om iets te zien wat je normaal gesproken niet zou zien. Je moet ook inzoomen op haar mobiel. You won't believe it. Women watch porn. Yes, the evidence. Ik heb even op het deep web gezocht en daar vond ik de allereerste versie van deze commercial. Het eerste script. De video die niet nooit op tv is verschenen, maar die wel dus gemaakt is. Ik snap het. Deze hadden ze gewoon moeten uitzenden. Wil je een scheetje laten? Bedankt alvast. Graag gedaan, lieve dochter. Alles voor jou. Lekker. Dankjewel, papi. Ik heb echt genoten van jouw kakkie. En ik van jou. Een scheetje. It all makes sense now, okay? It all makes sense. Laatst wat ik over deze reclame nog even wou zeggen is het feit dat er een keer de kant op gaat. Dus je goed blijft kijken, aan het einde zie je dat deze man Het houdt niet op, niet vanzelf. Poepikakkie! Oké, let's go. For motherfucking commercial nummer 2, reclame nummer 2, kut reclame nummer 2! We gaan het gewoon kijken, ik ga niks zeggen. Mam begraven, mam cremeren. Mam had Alzheimer en wist zich geen wens meer te herinneren. Toen ze stierf, lag ik naast haar. Haar dood leek volstrekt gezond. Wat kunt u mij zeggen over dood? Spreekt u de dood of schrijft u of verwenst u de dood? Durft u de dood te omarmen, te leren kennen? Dat als hij komt, u hem weet te ontvangen? De dood kan iets zeggen over ons. We gaan. Een goed afscheid helpt je verder. Allemaal. Jaarden. We gaan allemaal dood. Dat is hetgeen wat deze chickje... Ik snap... Okay. Deze vrouw. Het kut aan deze reclame is dat je jezelf echt afvraagt. Is het een grap of zo? Moet dit helemaal een grappige chick zijn? Mam begraven, mam creëren. Dus je hebt haar allebei benen zitten zijn begraven en het hoofd is gecremeerd. Mevrouw, sorry dat u moeder is overleden, zou ik graag willen begraven of willen cremeren. Man begraven, man cremeren. Doe het allebei maar. Je hebt een aantal shots. De ene shot is nog gewoon relatief normaal. De andere shot is alsof zo'n GoPro op een pakken. Spreekt u de dood? Dit is echt een angstaanjagend shot is dit, jongen. Toen ze stierf, lag ik naast haar. Toen ze stierf, lag ik naast haar. Nou, weet je wat mij betreft blijft hij daar gewoon maar liggen. Kan niet, want ze is voor de helft gekript.
Het fucking vreemde is ook dat er in de achtergrond wordt gevuld met mensen die dus blijkbaar iemand zijn verloren. Nou, weet je, super tragisch, super jammer. Maar A, waarom zijn deze mensen allemaal op dezelfde plek tegelijkertijd? Als je er andere muziek onder zou doen, zou het bijna een soort van dood house festival kunnen zijn. Nee. What the fuck? Dit is waarschijnlijk niemand opgevallen. Maar eventjes, als we hem even stilzetten. What the fuck doet deze winkelwagen hier? Oké? Ze stellen ook echt allemaal rare vragen. Wat kunt u mij zeggen over de dood? Het is bijna alsof je een sollicitatiegesprek hebt bij Jarden. En dat ze dan vragen stellen als... Wat kunt u mij zeggen over dood? Je scheidt je broek helemaal vol als je doodgaat. Ik weet niet of dat is waar je nou op zoek bent. Spreekt u de dood? Ja, dagelijks. Ik is een goede vriend van me. Ik kan hem wel even bellen. Kunnen we ook even met me spreken? Ik kan even. Hey, kom maar. Goed. Durft u de dood te... omarmen. Wel als ik nog langer naar jouw fucking stem moet luisteren. Het eind is echt het meest twisted. Dat is echt fucked up. Op een gegeven moment probeert ze nog wel even extra te benadrukken dat we allemaal doodgaan. Ik moest meteen hier aan denken. Ik heb mijn middelvinger, oh fuck jullie allemaal. Reclame nummer 3. Internet Wow Show. Daar zijn we weer. En wat heb je voor vandaag meegebracht? De Strato Websitemaker. Wauw. En wat zit daar dan in? NL-domein. En 500 designs. En nog iets. Hosting met professionele apps als WordPress. Nee. Jawel. Bij Strato super voordelig. Strato rockt het internet. Yeah! Strato. Alles voor jouw website. Is mijn zoon. Fuck je nou. Oké, ik ga de naam maar gewoon zeggen. Fuck it. Strato webdomein. Fuck op. Altijd. Internet Wow Show. De Internet Wow Show. Perfect. Niks meer aan doen. De Strato Websitemaker. Wauw, een oranje doos waarmee je een website kan maken. Good for you, die guy. 500 designs. 500? Dit is gewoon een gast met een verstandelijke beperking. 500? Niks mis mee. 500? Kut staat deze reclame, vind ik misschien wel, is dat ze die voice-overs hebben gebruikt. Blijkbaar is dit gedraaid in een andere taal en dan gaan ze het in elk land andere voice-overen. Het is gewoon kut. Maar ik bedoel, het is net alsof ik deze video dan eerst zou opnemen in een andere taal en dan daaroverheen zou gaan praten, zodat jullie denken dat het Nederlands is terwijl het niet Nederlands is. Snap je? Het waren de Duitsers. Daar zijn we weer. Nou, wat was ons auto metgebracht? Ik heb het nog niet eens gehad over de inzoom-actie op zijn hoofd, maar die is legendary. Nee. Mooi is aan het gedeelte is ook dat het hele publiek moet wild. Eén vrouw. She doesn't give a fuck. Ik wil het niet hebben over haar kleur, maar ze is de enige roodharige in het publiek. Gingers do have souls, denk ik. Op het einde, één dude, die kijkt exact de verkeerde kant op. Ik weet gewoon niet waar de fuck die moet kijken. De figuranten fucked up. Als klap op een vuurpijl heb je nog een gedeelte waarin dat lieve mevrouwtje zegt. Dat is mijn zoon, zegt ze. Is mijn zoon. Die vrouw die naast haar zit, die ziet het leven niet meer zo zitten volgens mij. Het houdt niet op. Mishandeling stopt nooit vanzelf. Het is alweer tijd voor fucking kut reclame nummer 4. Het mooie aan deze shit is, het laat eens zien dat als iemand iets fucked ups doet, dan is dat misschien in de ogen van iemand anders niet zo heel erg fucked up. Nou, weet je, allemaal leuk, top. We hebben alleen dingen uitgekozen die... Kijk naar die eerste. Doe nou niet. Straks denkt hij nog dat je niet spoort. Wat lief. Ze laat me denken dat ik grappig ben. Die lacht van deze chick. Het enige wat deze guy denkt is, what the fuck is er mis met deze chick? Volgende gaat over een jongetje en een meisje die in een burgerbarretje zijn. En die chickie bestelt een burgertje en die denkt, oh fuck, straks denk ik dat ik een fucking varken ben. Oh, waarom bestel ik niet gewoon een salade? Yes, een meisje dat ook iets anders dan zo'n quinoa-salade durft te eten. Nou, laat me je dit vertellen. Het enige wat deze guy denkt is, oh, ze weet in ieder geval hoe je met grote stukken vlees om moet gaan. I like it. Shit, je hebt hem nog niet ontmoet en je schrikt hem nu al af. Wauw, nu al leuk. Wat jij niet leuk vindt aan jezelf? Vindt de ander juist aantrekkelijk. Lekker ketsen. En het hoofd van deze dude is priceless. Dit is het hoofd van een guy die denkt, oeh, I like this girl. En haar hoofd lijkt alsof ze een sicke deep throat wil.
Sorry, mannen. Wauw, nu al leuk. Wauw, nu al leuk. Maar het enige wat deze guy denkt is, kut, deze chick wil praten in plaats van neuken. Wat ik dan ook nog even wil uitlichten, waarom zou je vragen lekker kletsen? Ja, leuk, waarover zullen we kletsen? De guy die achteraan zit, zit stiekem gewoon mee te lezen. Het is de typische busganger. Anno 2016 is iemand die gewoon meeleest met iemand anders gesprek. Die gewoon zijn straight face probeert te houden, maar diep van binnen denkt hij, oh shit, this girl, she fucked up. Al met al, 4 kutreclames, fucking mooi. Duurt het 1,5 jaar voordat ik een nieuwe maak. Grapje, misschien wel eerder, ik weet niet. Abonneer op mijn kanaal, dit is een fucking grote abonneerknop, want abonneren op mij is leuk. Want dan zie je elke keer mijn andere video's. Elke fucking week op dinsdag heb ik een video. Doe je ding, I love you. Yo van out. Oh yeah! There's a man. Don't keep me, don't let me hanging. Oh shit, let me hanging. Yo, you letting me hanging. We kunnen spelen vandaag. Dat is lelijk. Waarom? Je krijgt een cadeau van iemand en dan geef je hem aan mij. Ik heb een kerstman cadeau. Ik ga, ik. Kijk maar. Zwarte Pieter discussie.